Dag meneer, u spreekt met Notenboom van de Stichting Help ons Helpen. Wij zijn in blijde verwachting van een vrachtwagen van u die vrijdag is geladen in Wassenaar bij de firma Van Ede, die vandaag zijn eerste losadres zou hebben in Salonta in Roemenië. This is the problem. Tako! Come, come, Tako! Hoeveel wordt hier gelost, Jan-Pieter? Hij wordt met het handje gelost, helaas. Doosje voor doosje. En hoeveel dozen gaat dat dan? Ik denk dat er zo'n kleine 500 dozen hieruit gaan. Maar misschien iets meer, wat poststoelen, wat andere verbandmateriaal. En dan de rest gaat door naar Boekarest. Ja. Ik denk dat de helft er hieruit gaat en de helft gaat door naar Boekarest. Oké. Okay. Grootste. Ja, ik ga helpen, ik geef instructies. Nee hoor, we sjouwen allemaal mee. We moeten er nog heel veel. We hebben net een beetje gehad van de 30. A lot more for us. Thank you very much. Thank you. So nice. Nou, zou er ook bijna, Jan-Pieter? Wat zeg je? Zou er ook bijna? Nou, ja, jij bent zelf in de auto geweest. Je hebt gezien dat we bijna bij de Lani van Boekarest zijn. Nou, er zijn ook nog eens een keer dicht 400 doden. We hebben er hier meer dan 500 uitgeladen. Dus we zijn een beetje dwars af op dit moment. Maar het is wel heel zegerijk. Good to remind you. Hey, wait a moment. This is the day the Lord has made. He has a purpose with it. And he's going to help me to focus, to grow, and to learn from the difficulties. I need to stay faithful. Dacht ik dat in 1-3. Goed. Nee. Het is een man van 38. Zijn vrouw heeft hem verlaten. Hij heeft 3 kinderen. Maar hij ziet het helemaal niet meer zitten en wil eigenlijk zelfmoord plegen. En hun bezoeken hem nou van de kerk. Oké. Boris, 3 families? Ja, nu zijn hier 3 families. Ze komen samen omdat ze ons hebben gehoord. Oké. Mijn fellowship. Köszönjük azt, hogy te érintesz meg minket. Uram, köszönöm, hogy te gyógyulást hoztál erre a földre. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a mi bűneinkért, és köszönöm, hogy minden átkot megtörtél, amikor kikjárt. You are the morning star, my precious one. Almighty God, you are, great things you've done. Stand face to face. Shine your light.
Dat dan nog een tijd. You have to share with your brother. Yeah. Yeah. You have to share. Thank you. Yeah. Kerstzonen. Ja. Onze Heer dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Te vagy az igazság, te vagy a fény. Te vagy az élet, Jézus és a szeretet. Meglátja minden van januari en nu officieel het huis in bezit van Salem. De inwoners zijn weg en nu kunnen we kunnen bekijken en gaan nadenken, wij niet, maar het team van COVAX, hoe ze het gaan aanpakken zodat er dadelijk 10 tot 12 mensen hier opgevangen kunnen worden. Onze tesor, Seigneur, I put here a wall, maybe here one. Hier moeten dan vier van deze twee kamers, moeten vier kamers gemaakt worden. She was here 2 years ago. She left and she come back after, okay. Because his wife is sick also, and
She need help. So. She's sick. What yeah. she have? Yes. What she have? She has a problem with heart. Heart, yeah, yeah. So she has to yeah, lay on bed. She was paralyzed from the left side. Yes. Oh. Okay. Behind you, yo. We zijn hier bij de nieuwe bovenverdieping van het aangebouwde gebouw in Salem. En hierboven bivakeren vier bejaarden die nog goed te been zijn, want je moet wel met een trap naar boven. En ze hebben het ontzettend naar de zin. Ze hebben hun eigen onderkomen hier met televisie, de eigen huiskamer. En wat je net gezien hebt, dat is de slaapkamer met toiletgroep. Mensen voelen zich hier echt thuis. Thank you.